gewoon voor het karretje werd gespannen over wat ik allemaal aan moest. Maar niet, eigenlijk geen idee had wat ik ging doen. Ze zaten op de voorste rij en ik kom op en mijn moeder schiet in de lach. Ik zie mijn vader echt deze maken. Niet vals hoor, schoot ze in de lach, maar ze had echt zoiets van mij. Wat heeft ze nu weer gedaan? En mijn vader deed zo tegen mij. Weet je wel? Nou, dat was zeg maar mijn eerste optreden. Echte playback zeg maar, in het openbaar. Ik deed wel toneelstukjes al toen ik kleiner was. Maar die behoefte had je dus al heel jong om op te treden? Ja. Dat was je leuk? Nee. Wel gek, misschien wel. Ik had geen gêne, denk ik. En laat ik het zo zeggen, toen ik mijn ouders opbelde, dat ik zei van goed, ik ga een screentest doen om omroepster te worden, had zoiets van ja. Ja, ik heb vrij nuchter ouders. Maar ja, dat is niet zo gek in onze ogen. Mm. Maar ik denk dat mijn vader en moeder, vind ik althans, iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier. Maar ik denk dat ik wel een vrij bijzondere opvoeding heb gehad. Heel vrij, maar heel consequent. Heel ouderwets, conservatief. Maar wel liefdevol. Heel liefdevol. Heel lief. Alles kon, alles mocht. Alles wel overwogen. Heel veel zelf kunnen bepalen. Heel veel. Weet je, mijn vader zei altijd, je hebt het antwoord zelf. Je bepaalt zelf heel veel. Het kan niet zo zijn dat ik zeg hoe je dingen moet doen. Ik stuur je alleen maar. Ja. Dit is mijn vriendin Nicolette. En Leko, wat ook een vriendin is. Leko Zadelhof. Ja, Leko van Zadelhof. Die beschouw je als vriendin. Ja, is wel een vriendin. Hij kleedt jou. Hij zorgt voor je haar. Uiterlijk. Ja, maar dat is niet meer de hoofdmoot. Nee? Nee, het is nu een vriendin geworden. Ja, dat is het eigenlijk al heel lang geleden geworden. Omdat je vindt hij dat niet vervelend dat jij hem vriendin noemt? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, dat denk ik niet. En anders hoor ik het wel. Maar we kunnen elkaar wel aan. Mm-hmm. En Nicolette heeft mij ooit aan Leko geholpen namelijk. Dat is heel, dus dat is wel grappig. Ze heeft hem ooit een keer voor het eerst ergens zien kappen. En toen zei ze, Kar, die moet jij hebben. Mm. Die moet je hebben, die is goed. Die heeft geen winkel, die kan naar de studio komen. Dat is handig. Ja, en dat was ook handig. En het werd ook een hele goede vriend van ons allemaal. Ja, enorm. Zij is enorm confronterend. Zegt ook alles. Is ook heel erg geestig. Ik af en toe zeg ik, Nicolette, zo eerlijk hoef je nou ook weer niet te zijn. Snap je? Je kunt ook dingen voor je houden. Hm. Als het er niet toe doet, dan hoef je het niet te zeggen. Vind ik wel eens. Of niet, want je kan ook wel eens mensen kwetsen. Mensen hebben namelijk soms geen idee wat ze zeggen. Echt geen idee. Ze denken ook altijd dat ze de enige zijn die het op die dag zeggen. En dan nog moet je in je rol blijven. Daar heb ik wel eens moeite mee. Dat zou ik wel eens willen onderdraaien. Wat zeggen ze dan? Nou, bijvoorbeeld moet je weten. Ik neem een heel stom voorbeeld. Moet je weten dat je. Ik moet altijd bijvoorbeeld op de lijn letten. En televisie is genadeloos. Maar je staat bij de hagelslag in de supermarkt voor je kinderen. En er is altijd wel iemand die naast je komt staan. Zou je dat nou wel doen? Dan kan ik iemand zo echt, zo iemand kan ik wel slaan. Dan denk ik, punt 1, waar bemoei je mee? Punt 2, je moest dus weten wat ik allemaal laat staan om voor jouw beelden gewoon op de televisie te komen. Hè? Want als je te dik wordt, krijg je ook brieven. Hè? Mensen zijn wat dat betreft, bemoeien zich overal mee. Ik heb 2 littekens omdat ik meniscusoperaties heb gehad. En toen stond ik een heel groot iets te presenteren. Ik had een rokje aan met een panty. Komt de man naar mij toe. U moet helemaal geen rokjes dragen, want die littekens, dat is een erg lelijk gezicht. Weet je, dat soort dingen denk ik, ja? En nu? Gaan we nu overal op letten? Weet je, dat soort stomme dingen. Dan denk ik. Ja. Ik heb 1 keer gehad en toen werd ik echt helemaal pislink. Moest oversteken en Lot was 3, denk ik. En er zat zo'n heel eng fietspad tussen de stoep en de weg. En dan ook nog geparkeerde auto's. En er komt echt een brommer aan. En die kleine, die lukt zich los uit mijn handen en wil oversteken. Je kunt niet tegen een kind van 3 zeggen, Lot, kijk uit. Het gaat dus niet, hè? Dus ik riep, Lot, kijk uit. Want dan staan ze stil. Komt de mevrouw naar me toe. Op de televisie bent u een stuk aardiger. En ik heb me omgedraaid. Ik zeg, en voor u laat ik niet mijn kind doodrijden. Dan denk ik, hoe hou je het in je hersens? Hoe kun je het zeggen? Dat soort dingen begrijp ik niet. Ga ik me ook niet lang over opwinden dan meer. Hè? Maar om maar even aan te geven hoe dom mensen kunnen zijn. Ja. Wat heb je nog meer meegenomen? Ja, daar waar het allemaal mee begonnen is. Hè? Dat vond ik toch wel leuk. En ik vind het eigenlijk toch wel belangrijk. Dat realiseerde ik me toen niet. Het promotieteam van Veronica.
Jij bent de middelste van de vijf. Dat je niet herkent. Nee, absoluut niet. Met oom Lex. Met Lex. Lex Harding, die heeft veel voor jou betekend. Heel veel, ja. Had ik ook een foto van mee kunnen nemen, ja. Wat dat betreft. Want je hebt hem bestookt met brieven, hè, om bij Veronica te komen. Je wilde ook op het scherm. Ach, heer Harding. Nee, het scherm was het niet. Nee, het maakt hem niet uit. Maar ik moest bij die, vooral bij die radio, dat vond ik zo intrigerend, vond het zo leuk. Vond het geweldig. Ik weet nog dat Lex ooit een keer tegen mij zei, want die werd natuurlijk ook gebruikt als sloofje door de heren van Radio 2 en 3, maakte niet uit, deed het met liefde. En Lex heeft ooit een keer tegen mij gezegd, denk nooit dat je onbelangrijk bent en hou die ijzeren glimlach. Dat heb ik nooit meer vergeten. Denk nooit dat je onbelangrijk bent en hou je ijzeren glimlach. Altijd. Mm-hmm. Ja, en het is waar. Maar waarom ijzeren glimlach? Ja, omdat ik gewoon... Nou, ijzeren glimlach, omdat hij altijd zo sterk was. Ik had namelijk zoveel plezier in wat ik deed. Want ik liep altijd wel lachend gewoon door die gangen. En dan moest ik 600 keer terug voor lastige artiesten. Het maakte me niet uit. Dan ben je natuurlijk jong. Ik vond het zo leuk dat ik daar werkte. Maar het lachen deed je ook, en dat doe je nog steeds, maar dat deed je ook toen je op televisie kwam, hè? Ja. Zeker bij dat spel Wie ben ik? Met André van Duin en Ron Brandsteder. Heb ik je wel zonder de tafel zien verdwijnen van het lachen? Ja, ik heb wel een sanitaire noodstoppen moeten maken, hoor. Ja, ja. Wat op een gegeven moment ook tegen me ging werken. Op een gegeven moment zat ik naar mezelf te kijken en dacht ik, dit moet ik echt ophouden. Maar het was natuurlijk zo gezellig, ook achter de schermen, dat je bijna vergat dat je een televisieprogramma aan het maken was. Dus heb ik mezelf nog wel eens halt moeten roepen van even rustig maar. Anders word je die irritante... Lachenbek. Lachende factor in het midden, weet je wel. Ja, dat kan ook niet. Dat kan niet. Wie corrigeerde jou? Joop van den Ende? Ja. Ja? Ja. Die zei van, dat doen we niet. Nou, zo zei hij dat nooit. Zei hij altijd van, maar een beetje rustig. Ik weet wel dat het leuk is, maar weet je, het kan zo en zo overkomen. Ja, dat is natuurlijk ideaal. Toen had hij nog tijd om bij de opname aanwezig te zijn. Ook omdat natuurlijk Ron en André waren ook nog eens persoonlijke vrienden van hem. En het was een cadeautje. Ik bedoel, Wie ben ik, hebben wij geoefend thuis bij Ron. En Joop deed de voorwerpen. Die roste alle voorwerpen, flessen wijn tot mattenkloppers, stofzuigers. En we hebben alleen maar lopen afzeiken van, Joop, dat is toch geen voorwerp. Zo kunnen we het toch niet aan. Oh, dan had hij zo lol. En het was echt heel leuk. Ik ben er heel trots op dat ik dat nog allemaal heb mee kunnen maken. Deze. Ik denk als de Charlotte en doet één zo'n uitje, dan denk ik dat het goed genoeg is. Hè? Heerlijk. Ja. En voortdurend knoflook. Hoe die relaties in stand kunnen blijven. Nou ja, als je allebei maar knoflook eet, is er niks aan de hand. Ja. Ik gaf vroeger mijn kinderen altijd knoflook. Dus ja? Goed voorboedsmiddel. Ik zag vooral op zaterdagavond tussen de disco. Oh, wat gemeen. Wat is dit erg? Nee, ondervoet. Ja. Ja. Knoflook als ze uitgaan. Wat nog meer? Ja, ze vonden het ook zelf lekker. Maar wat nog meer? Een goed voorbehoedsmiddel. Knoflook. Ja. Ik kinder. Wat een leven ze wel uit de buurt. Wat een praktische vrouw. Ja, ik ga het wel onthouden trouwens. Ja, dat is heel goed hoor. Nog meer tips? Oh, je moet er allemaal nog doorheen. Hè? Ja, dat komt allemaal nog. Dat komt allemaal nog. Gemeen, hè? Dat is helemaal niet leuk. Denk wel opletten. Ja, hou hem in de gaten. Want je hebt nu nog een schoon overhemd aan. Ja, maar. Ik wil zeggen, de zon schijnt. Een stukje. Ja, heerlijk. Lekker. Op schepperij, ja. Jongen. Ik word heel melig, maar dat mag niet, hè, met golven. Hoi. Helemaal goed. Helemaal goed. Toppie. Helemaal goed, joh. Hoi. Dus, ik wil dit niet. Ik heb dit ooit wel gedaan en heb toen besloten dat het niks voor mij is. Maar ik doe dit voor... Voor mij. Voor anderen. Je doet het voor mij. Jeetje. Zie je wel? Ja, nee, is dat helemaal goed. Top, hè? Helemaal maar, jawel, en hij gaat dus tegen die heuvel op. Dat moet wel ook de bedoeling. Zie je, nou rolt hij een heel eind door. Zie je dat? Ja. Dat was een airshot. Nou, nog een keer oefenslag. Oké. Daarom vind ik het zo leuk. Dan moet je nog een keer. Ook maar nog een keer. Ja.
Rick, jij bent neidig op iemand. Het is de verkeerde hoop. Nee, maar jij bent boos op iemand. Op wie weet ik nog niet. Dit zijn de makkelijke. Ik ben eindelijk eens in gezelschap waar ik uitblink. Ach, sla ik hem nog veel beroerder. Dit is niet te geloven. Na. Ja, veel te hard. En het ergste is, Caroline, nou heb ik er dus ook 7. Het blijft natuurlijk triest. Dat een volwassen man zo in een zandbak staat te rommelen. Ja. Zal ik wat schepjes en emmertjes meenemen? Kom, we gaan weer door. Kom. Afslaan is toch het leukst. Oeh, naar links. Oeh. Juist, moet je even kijken. Prachtig, heel ver. Heel goed. Goed. Annemarie ligt nu in het bos. Ja, die gaat het bos in. Die hebben het bos in gestuurd. Dat is ook wel eens fijn dat je gewoon een minister het bos in kan sturen. Heel charmant, heel goed. Therapie, ja. Weer veel te hard. Het is niet te geloven, zeg. Waardeloos, dacht ik. Heel mooi. Dit is echt geweldig. Oh, dat vind ik zo leuk. Van boven naar beneden. Oh, dit is zo leuk. Even, sta je goed opgeleid? Staat de richting goed met je voeten? God, je lijkt mijn moeder wel. Sorry, Rick. Kijk eens even. Wauw. Heel mooi. Nee, ze heeft niet. Dus blij dat we bijna klaar zijn. Waar is het clubhuis? Toch gewoon heel slag maken. Oh, het is toch vreselijk. Je hebt mij ook uitgelachen. 3, 4, 5.